Ik sta op het land bij Cornelis van Eck, tussen de sojaplanten en het onkruid. Ja, dat onkruid moet er eigenlijk uit, want jij gebruikt geen chemische middelen meer. Nee, we zijn in omschakeling naar, van gangbaar naar biologische teelt. Dus we gaan de toekomst in zonder kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor het onkruid. Dus we gaan alles met mechanisch bestrijden en met de hand. Dat is veel handwerk, veel personeel aan te pas komen. En ja, ik doe het samen met mijn vrouw en mijn zoon. En dochters als nodig is. Mijn vrouw is vorig jaar gestopt met werken, dus dat komt heel goed uit. Er komt meer arbeid in het bedrijf. En, dus dat past heel erg mooi. Alles valt op zijn plekje zo. Maar nu eerst dat onkruid er allemaal uithalen, Cornelis. En dan gaan we samen beginnen met de hand. Dus ik zou zeggen, laten we starten. 30 jaar lang was je een gewone boer en nu wil je dus een biologische boer worden. Waarom is dat? Dat is ook een nieuwe uitdaging. Na 30 jaar, een ander die verandert een keer van baan en wij willen op een andere manier gaan boeren. En het past ook wel in de toekomst, gezien alle mensen, alle reacties die erop geven. Dat ik denk dat het heel toekomstgericht is, ook voor de overname later van het bedrijf door de opvolger, opvolgster. Ik denk dat het heel gunstig is. De tijd zal het leren. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Ja, omschakelen is best wel heftig, want u hebt twee jaar, elk perceel moet twee jaar zonder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmis telen, maar eigenlijk heb je dan weinig opbrengst, dus weinig financiële resultaten ervan. Dus dat is op zich best wel een impact heeft dat. Na die twee jaar ga je biologisch telen en biologische producten afzetten. En dan heb je dus weer een normale financiële opbrengst van het bedrijf.